dat er een aantal deelnemers zijn. En ik stel voor dat we toch beginnen met deze digitale voorlichtingsavond. Mijn naam is Jan Hulsinga. Ik werk als preventiefunctionaris bij GGZ Duinen. En in samenwerking met de Stichting Lume hebben wij deze avond georganiseerd. Normaal gesproken zou deze bijeenkomst in Katwijk zijn. Ja, gezien de coronacrisis is dat jammer genoeg niet gelukt. Vandaar dat we dat nu op digitale wijze aanbieden. Nou, de voorlichting loopt ongeveer van 7:30 tot 8:30. Mogelijk loopt het een beetje uit, maar goed, dat zien we even. We hebben vanavond twee sprekers die iets zullen vertellen over de bipolaire stoornis, de manisch-depressieve stoornis. We hebben één ervaringsdeskundige. Deze sprekers zullen zichzelf straks even na voorstellen, even zeggen wie ze zijn. Nou ja, wij hebben dus financiering vanuit de gemeente. De gemeente in de regio Holland-Rijnland, dus in de Duinenbosstreek, maar ook in Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en de regio Leiden, hebben wij vanuit de WMO krijgen wij geld om deze avond te kunnen organiseren. Stikker. Aan het eind van deze is er ook een evaluatie, die zal straks aan het eind in beeld komen. Die kunt u dan digitaal ook invullen. Dat is voor ons ook wel even van belang. Hoe heeft u deze avond ervaren? En daarnaast is het van belang, zodat we dat ook kunnen laten aan de gemeente, of laten weten aan de gemeente, van ja, hoe beoordelen met deze avonden. U kunt tijdens de presentaties kunt u ook vragen stellen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling van, dat kunt u doen aan de hand van even uw hand opsteken. Dat kan digitaal. En Maarten, bestaat het ook alweer, want dat was ik even kwijt hier in WebEx. Volgens mij staat dat bij je naam. En kun je dat aangeven? Of ja, het staat inderdaad bij je naam, achter je naam. Ja. En je kan ook een chat sturen. Ja, dat is als je een vraag wil stellen. Hè, onderaan zie je de microfoon. Hè, en op de camera enzovoort. En dan zie je ook een icoontje met chat. Als je een vraag hebt, kun je gewoon die vraag sturen. Dan zal Maarten dat ook in de gaten houden. Zodat de vraag gesteld wordt aan de sprekers. Voor de mensen die in beeld zijn, dat is denk ik wel even goed om te weten. We maken wel een opname van deze bijeenkomst. Dus wil je niet zichtbaar in beeld, ook eigen naam zichtbaar in beeld zijn, dan kun je je naam even aanpassen. En je kan je camera ook op uitzetten, want mensen kunnen later, kunnen zij gewoon nog terugzien via de website van Lumen enzovoort. Kunnen ze deze bijeenkomst nog terugkijken. En ik zie aan een reactie dat het geluid slecht is. Is dat voor meer mensen zo? Ik denk wel dat het invloed heeft dus als mensen hun microfoon uitzetten, dat het wel het beste werkt qua geluid. Dan heb je niet allerlei achtergrondgeluiden en ruis. Dus als je de microfoon zet, werkt dat wel het prettigste. Dus mocht je de PowerPoint nog willen ontvangen, stuur dan even een mail naar Lumen of naar Preventie. Maar dan zullen we aan het eind van de bijeenkomst dat nog ook even doen. Ja? Oké. Okay. Ik stel voor dat ik het aan de sprekers aan Tinka en Sandra. Oké, nou dankjewel voor deze introductie. Ik zal ons nog even voorstellen. Naast mij zit Sandra Ruijfok. Zij is SPV'er, natuurlijk van het van het team in Voorhout van de Duinenbollenstreek. En ik werk als verpleegkundige specialist in de Duinenbollenstreek op de polies van zowel Lisse Voorhout als Katwijk. En andere Jan heeft ons benaderd om wat te vertellen. En we gaan het samen voor het eerst doen en even kijken hoe dit gaat op een digitale manier. En we horen via Maarten of er nog vragen zijn. Ze mogen wat ons betreft ook tussendoor af en toe gevraagd worden. Daar is in principe alle ruimte voor. Ik hoop dat dit goed te horen was voor iedereen. Ik zie nu geen bijzonderheden. Nee. En misschien kan Mark zich nog even voorstellen, ook als ervaringsdeskundige. Ja. Ja. Nou, hallo, ik ben Hanna. Oh, ik hoor mezelf praten. Dat is. Ja. Ik kom uit Leiden, maar ik woon in Alkmaar. Maar ik doe toch nog een keer een voorlichting over bipolaire stoornis, die ik zelf ook heb. En ik zal me straks, als ik aan de beurt ben, dan zal ik nog wat meer over mezelf vertellen. Oké,
Oké, dankjewel. Ja. Nou, dan gaan we onze presentatie beginnen. Een bipolaire stoornis, oftewel manisch-depressieve stoornis. Wat betekent dat eigenlijk? Dat valt binnen de stemmingstoornissen van de GGZ. En dat kenmerkt zich door manische episodes en depressieve episodes. En vroeger werd het ook meer inderdaad een manisch-depressieve stoornis genoemd, maar tegenwoordig benoemen we het weer als een bipolaire stoornis. Jullie zien aan het grafiekje, een mooie berg- en dalparabolen, hoe het kan verlopen. Maar dit is slechts een voorbeeld. Het kan ook op een andere variatie kan er ook zijn. Maar dit is een beetje een klassiek beeld van een bipolaire stoornis qua beweging in het ziektebeeld. Ja, er zijn grofweg twee types bipolaire stoornissen. Dan heb je type 1. Zou ik vergelijken met de klassieke variant. Dan heb je manische episodes en dat is wat je ziet. En dan heb je een neutrale episode, dat is het middelpunt. En het laatste, dat is het derde poppetje, die is depressief. En dat, dus het is of heel manisch, dus dat is bijvoorbeeld heel druk, of heel depressief. En de bipolair 2 stoornis, type 2, dan ben je niet zo heel erg manisch, maar kan je wel wat vrolijk zijn. En dat is eigenlijk het rechterplaatje. En dan heb je neutrale fase en wel depressief. Die depressie is sowieso bij allebei de varianten aanwezig. Het verschil tussen type 1 en type 2 is dat bij type 1 is manie is echt heel heftig. En bij type 2 heb je, daar is het een lichte variant. Dat is even grofweg het onderscheid tussen die twee varianten van de bipolaire stoornis die het meest bekend zijn. Nou, wat is een hypo, oftewel manisch periode? Nou, het verschil tussen die twee als de hypo is zeg maar de, ik noem het altijd de voorloper van de manisch periode. Dat is zeg maar, om populair te zeggen, de light versie. Wat zijn onder andere de verschijnselen? Dat kan je een hele uitgelaten stemming hebben. Snelle gedachten hebben, heel veel praten, maar daarbij ook snel afgeleid zijn en prikkelgevoelig. Wat heel veel bekend is bij eigenlijk bij beide varianten is weinig slapen. Dat zijn voor ons ook een van de kenmerken waar we ook op letten als behandelaar zijnde. Helaas ook slechts concentratie. De neiging om heel veel dingen als onnodig te kopen. Wat korte lontjes, snel boos worden. Seksuele ontremming hoort erbij. Onverstandige investeringen, dat past ook een beetje bij het onnodig kopen. Grootheidsideeën, dat je denkt dat je de hele wereld aan kan. Niks is te gek. Dat hoort er ook bij. En er horen ook psychotische verschijnselen bij. Dat is meestal als mensen heel manisch zijn of heel depressief zijn, dan kunnen ze zich in een wereld begeven die niet kloppend is. Dus dat ze horen, zien of voelen dingen die er niet zijn. Of dat ze in een waanbeeld zijn. Dus dat het de wereld anders is dan dat die daadwerkelijk is. En je hebt ook een gemengde verschijnsvarianten ervan. Dus dat zit meer in die bergparabool. Dus dat is echt die manische periode. Dan heb je de depressie. Nou, wat nummer 1 kenmerk is natuurlijk de somberheid qua stemming. Gevoel van waardeloosheid. Prikkelbaar zijn, omdat je gewoon slecht voelt. Heel traag reageren op dingen. Ook moeilijk uit woorden komen, kan erbij komen. Verlies van interesse. En plezier, schuldgevoelens, jezelf heel minder waard vinden ten opzichte van een ander. Ook hierbij minder concentratie. Moeheid is ook een kenmerk. Geen energie, weinig eetlust. En helaas, dat hoort ook bij de depressie, is echt een kenmerk, is denken aan de dood kan daarbij zijn. Hoeft niet altijd, maar is zeker ook iets wat vaak voorkomt. Slaapproblemen of te veel slapen of te weinig slapen. En ook hierbij zijn die gemengde verschijnselen, psychotische verschijnselen kunnen hierbij ook aanwezig zijn. En Hanna, kan jij er misschien al Ja. Ik zal me eerst iets langer voorstellen. Ik ben dus Hanna, ik ben 37. En ik woon sinds kort in Alkmaar bij mijn vriend. Samen met mijn twee katten, of onze twee katten eigenlijk. En ik studeer psychologie nog in Leiden. En vanaf mijn 16e ben ik ongeveer dat ik last heb van depressieve klachten.
Dus ja, dan ging ik heel veel spijbelen bijvoorbeeld. En ik sliep heel veel en ik ging niet meer met vrienden afspreken. Maar pas op mijn 27e is de diagnose bipolaire stoornis vastgesteld. En ja, het klinkt een beetje gek, maar ik was eigenlijk heel opgelucht met de diagnose. Omdat ik daarvoor heel erg mezelf de schuld gaf dat dingen niet lukten en dat ik weinig energie had. En was ik eigenlijk heel erg gemeen tegen mezelf. En nu ik wist dat het een ziekte was, waardoor dingen niet lukten, kon ik iets aardiger voor mezelf zijn. En kreeg ik ook meer erkenning voor wat er met me aan de hand was. Nou, ik heb een bipolaire 2-stoornis. Dus dat is dat ik last heb van depressie en hypomanie. Ik zal kort vertellen hoe een depressie er voor mij uitziet en hoe een hypomanie er voor mij uitziet. Ja, ik heb een depressie waarbij ik heel erg veel ga slapen. En ik ben ook echt moe. Ik slaap natuurlijk, ik slaap ook wel om weg te zijn van de vervelende gevoelens, maar ik ben ook echt heel erg moe. En ik krijg ook meer trek in zoete dingen. En dat is in mijn geval nog extra lastig, omdat ik ook vanaf mijn 16e een eetstoornis heb, wat het wel moeilijker maakt om op een verstandige manier met eten om te gaan. Ik zie geen hoop meer in me en ik verdwijn een beetje in negatieve gedachtenpatronen. En ik zie alles als zwaar en ik zie weinig licht meer. Ik heb bijvoorbeeld ook een zwaar gevoel in mijn benen als ik de trap oploop. Dan voelt mijn hele lichaam voelt eigenlijk zwaar. Ik heb nergens zin meer en ik zie overal tegenop. En helaas heb ik ook gedachten aan zelfmoord, wat wel heel erg lastig is. Ik ga me afzonderen van mensen. En ik ben soms ook heel erg geagiteerd, wat voor mijn vriend heel erg leuk is. Dus dan is het niet zo gezellig in huis. Wat ik wel geleerd heb over de jaren is om in te zien dat het met depressie te maken heeft, wat ik dan voel, en dat het niet de waarheid is. Maar het is soms wel heel moeilijk om je dat nog te realiseren als je echt depressief bent. Nou, bij een hypomanie gaat het heel anders. Dan ga ik juist weer met iedereen afspreken. Alle afspraken die ik heb afgezegd probeer ik dan weer in te halen. Ik ga veel en sneller praten. Ik heb een soort gevoel van onrust, wat ik soms wel moeilijk vind, omdat ik graag controle hou over dingen. En ik heb dan een beetje het gevoel dat ik de controle kwijtraak. Dan wil ik juist niet slapen. Dan word ik 's nachts wakker en dan wil ik allemaal dingen gaan doen. Ik ben impulsiever. En ik ga ook meer geld uitgeven en zo heb ik bijvoorbeeld 5 keer of zo heb ik een vakantie geboekt als ik hypomaan was. En dan dacht ik, ja, ik ga ervoor. En dan moest ik hem later helaas toch weer afzeggen omdat ik weer depressief geworden was. En ik heb een vorm van depressie, dat heet rapid cycling. Dus snelle opeenvolgingen. En dat betekent dat ik vrij snel van een depressie naar een hypomanie kan gaan. En dat vat ik altijd een beetje samen als dat ik de ene dag ben ik heel somber. En de andere dag maak ik weer een dansje met de kat en ben ik heel vrolijk. En op zich is het dus wel fijn dat die depressie niet altijd heel lang hoeft te duren. Maar het geeft wel veel onrust in mijn leven. Dat het zo wisselend is. En dat is wel heel lastig. Daar wou ik het even bij laten voor nu. Oké. Zijn er misschien vragen van mensen? Ik zie nog geen handen of iets in de chat. Oké. Nou, hè, dat sommige mensen een bipolaire stoornis krijgen en andere mensen niet. En dat is van een aantal oorzaken afhankelijk. Ten eerste is dat een biologische factor. Je krijgt het, hè, een bepaalde erfelijkheid krijg je mee zodra je geboren wordt. Hè. Vaak zie je dat het in de familie vaker voorkomt. Dus die kwetsbaarheid die krijg je mee als
baby. En dan is het ook een beetje van, hè, hoe ontwikkel je je verder in je leven? Word je een veerkrachtig persoon of heb je veel meegemaakt waardoor je wat minder goed met stress om kan gaan? He, iedereen heeft een andere persoonlijkheid, dus dat speelt een beetje mee. En ook de sociale factoren spelen mee. Wat voor werk heb je? Heb je veel vrienden? Heb je weinig vrienden? Heb je een drukke baan, een stressvolle baan? Ga je toevallig net scheiden? Of gebeurt er iets groots in je leven? Al die oorzaken bij elkaar, die maken dat je of voor de eerste keer manisch of depressief wordt. Er is een vraag van Carla. Ja. Ja, wat is het verschil tussen hypomanisch en manisch? Ja, hypomanie is eigenlijk dat iemand is een beetje druk. En iemand die al de symptomen die mijn collega net beschreef, die zijn een beetje aanwezig. En bij een manie is dat helemaal verder doorgeschoten. Bij een hypomanie zijn mensen zich er vaak ook nog wel van bewust dat ze al wat drukker zijn of wat drukker worden. Of merken ze, nou, ik ben wel erg vrolijk op dit moment. Terwijl bij een manie zijn mensen ook echt wel compleet de controle kwijt over hun eigen handelen. En zie je dus bijvoorbeeld ook met uitgaven dat wel echt hele grote uitgaven worden. En ook vaker zie je bij de hypomanie dat iemand psychotisch wordt. He, dus belevingen krijgt die andere mensen niet waarnemen. En dat is bij een hypomanie is dat minder groot, die kans. Is dat antwoord op je vraag? Nou, mocht het nog niet helder zijn, dan... Oh. Ja. Oh, we horen nog niet iets van Carla, maar als het nog niet duidelijk... Oh ja, er is Carla daar. Ja. We zagen het. Dus de oorzaken die zijn van drie factoren afhankelijk. Biologisch, je krijgt het mee met de geboorte, een bepaalde kwetsbaarheid. Pathologisch, hoe ontwikkel je je verder als persoon? En de sociale factoren, wat is er in je leven en wat geeft stress of geen stress? En diagnostiek, dan gaan we nu naar diagnostiek. Hoe? Er kwam weer een vraag tussendoor. Hoe kunnen we nou een bipolaire stoornis stellen? Dat kan soms heel duidelijk zijn. Hè? Wanneer iemand bijvoorbeeld op jonge leeftijd een manie doorloopt, dan is het vaak wel heel erg duidelijk. Maar heel vaak is het ook een langdurig proces, zoals Hanna ook vertelde, waarin mensen eerst depressief worden of somber worden. Soms wordt er wel eens gedacht, goh, heeft iemand ADHD? Of wordt er meer gekeken naar de persoonlijkheid? En kan het soms nog wel eens 10 jaar duren voordat de diagnose gesteld wordt? En dat is dan een beetje gemiddeld. Dat is best lastig. Hoe kunnen we dat doen? Nou, er zijn een aantal vragenlijsten die wij af kunnen nemen, die mensen zelf af kunnen nemen, en een aantal screeningslijsten. En dat alles bij elkaar geeft dan aan of er sprake kan zijn van een bipolaire stoornis. Maar het allerbelangrijkste is nog het contact met de hulpverlener en wat die persoon ziet, voelt, ervaart. En natuurlijk de patiënt zelf. Er is een vraag van Kaatje. Voor de ervaren deskundige, was je als tiener ook al hypomaan? Ik was er al even over aan nadenken. Ik denk dat ik wel begon dat ik depressief werd, maar dat ik zo rond mijn 20ste wel hypomaan ook begon te worden, maar dat ik dat toen niet door had. Dat ik pas nu ik erop terugkijk, dat ik dan denk van, oh ja, dan was ik wel wat drukker of dan deed ik dingen die wat impulsiever waren, maar dat had ik op dat moment denk ik niet zo goed door, maar ik denk vanaf mijn 20ste ongeveer. Oké. Nou, we gaan ook verder met jou, Hanna, nu. Over jouw ervaring met de factoren en de diagnose. Nou, had je natuurlijk net al iets over verteld. Mijn moeder heeft ook een bipolaire stoornis. Dus ik ben genetisch gezien, was ik wel gevoelig ervoor om een bipolaire stoornis te krijgen.
Factoren die denk ik hebben meegespeeld is dat mijn moeder tijdens dat ik kind was ook veel depressief geweest is. En dat heeft, ja, dat schijnt uit onderzoek, blijkt ook dat dat invloed heeft op de, hoe je ontwikkelt om met emoties om te gaan. En mijn moeder heeft ook een ongeluk gehad, waardoor ze een tijd invalide is geweest en ook heel depressief. En eigenlijk gingen we daar thuis niet zo goed mee om. We gingen daar eigenlijk niet mee om. Er werd meer, ja, we gingen nooit zo goed met negatieve dingen om. Dus dat heb ik ook niet zo goed geleerd. En dan leer je heel erg om dat in je eentje te verwerken en daar niet met mensen over te praten. Dus ik was altijd heel erg gesloten in mijn verdriet en in mijn angsten. En op de middelbare school... Oh, ik lees een vraag. Op de middelbare school werd ik ook een beetje gepest. Dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. En wat wel jammer is, is dat mijn ouders en ook school hebben niet ingegrepen toen het niet goed met me ging. Waardoor ik misschien eerder geholpen had kunnen worden. Ja, even kijken of ik verder nog wat wil vertellen. Ja, over... Ja, wat ik al zei over diagnose, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is om te horen dat je de diagnose bipolaire stoornis krijgt. Maar uit mijn eigen ervaring is het dus zo dat het me ook geholpen heeft. Dus dat wou ik nog even zeggen. Dat was het. Ja, we zagen net inderdaad ook een vraag voorbij komen. Ik ben even kwijt wie hem heeft gesteld. Maar volgens mij was de vraag of manie erger kan worden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Kan het zijn dat manie per keer erger wordt? Komt dat veel voor? Ja, het is in principe niet zo dat hij hoeft niet per se iedere keer op te lopen. Het ingewikkelde aan de bipolaire stoornis is dat elke episode, hè, of dat nou manie is of een depressie, die kan iedere keer een beetje zijn eigen verloop hebben. Je hebt wel een soort algemene rode draad die overeenkomt. Maar het is niet zo dat die per keer heftiger wordt. Het idee is, als je er vroeg genoeg bij bent, kan je voorkomen dat die heel erg door gaat schieten, zoals wij wel in vakterm noemen. Dus de ene keer kan heftiger zijn dan de andere keer. Maar het is niet zo dat iedere keer als je het eentje krijgt, dat het dan dus per se erger wordt. Gelukkig is dat niet een automatisme. Het heeft denk ik heel erg veel te maken met hoe snel herken jij het? Hoe snel herkent je omgeving het? Hoe snel is er een hulpverlener bij betrokken? Ik hoor wel van heel veel patiënten dat gaandeweg leer je jezelf daar beter in kennen. En herken je sneller, daar gaan we later ook op in het presentatie, herken je sneller wat de eerste symptomen zijn. Dus er is... er is wel heel veel bij gebaat om snel erop te reageren. Om te voorkomen dat het heel ver doorschiet en dat je dus heel manisch wordt of heel depressief wordt. Ja, en wat de ervaring wel leert, is dat de periodes ertussen korter kunnen worden. Naarmate je meer manische of depressieve periodes hebt meegemaakt. Ja. In het begin zie je soms dat er tussen een manie wel 3, 4, 5 jaar kan zitten. Maar naarmate je meer manisch hebt gehad, zie je dat die... periode steeds korter worden. Ja, en als er nog een reactie is van iemand, zouden jullie daar nog even op in kunnen gaan? Ook over de ervaring. Dat het eigenlijk niet... Dat eigenlijk niet te stoppen is. Klopt dat? We zagen hem even snel voorbij schieten. Zal ik hem nog even voorlezen? Maar ja. Dat de manie eenmaal begonnen is, het niet meer te stoppen is. Ja, dat kan zeker. Ja, ik heb ook ervaren bij patiënten inderdaad dat het kan soms bewijs van binnen een dag kan in één keer heel versnellen. Hè, dus je zou het liefst in de meest ideale wereld zou je het snel kunnen herkennen en dus ook snel kunnen opvangen, couperen. Maar het kan zeker zo zijn hoor, absoluut, dat hij heel snel door kan schieten. Wat je ook probeert, dat kan helaas ook zo zijn. Ja, dat is het, nogmaals, het ingewikkelde aan die stoornis dat... iedereen op zijn eigen manier ervaart. En dat inderdaad de snelheid van het ontwikkelen van die manie, dat het ook zeker bij de een heel snel is en bij de ander kan het wat langer zijn, absoluut. Ja. Hanna, was jij klaar met jouw stukje? Ja, ik was klaar. Okay.
Nou, een stukje over behandeling bij de bipolaire stoornis. Als je bij ons in behandeling komt, dus bij de GGZ, dan is vrijwel gaan een van de eerste gesprekken over wat is er gebeurd en probeer je er grip op te krijgen. Dat is onder andere door medicatie, zeker als het een hele zware depressie is of een zware manie. En dan zou je eigenlijk het in combinatie met psychotherapie willen doen. Wat mijn ervaring is wel dat als mensen zo ziek zijn, dat in eerste instantie is psychotherapie in het begin nog niet helemaal haalbaar. Dan ga je toch vaak terugvallen op medicijnen in combinatie met veel contact met hulpverlening en familie bij gesprekken aanwezig zijn. En proberen mensen op te vangen. Afhankelijk van hoe de episode zich ontwikkelt, kijk je naar welk type medicijn op dat moment passend is. Dus het is vooral een combinatie. Zeker medicijnen bij een crisis zijn nodig om te voorkomen dat het nog verergert. En later, op de wat langere termijn, hoop je ook door middel van psychotherapie ook meer grip te krijgen op de behandeling en op het ziekteverloop van de bipolaire stoornis. Dat was net ook even, ik zag even als commentaar dat het nog niet helemaal beantwoord was. Ik zou graag als buitenstaande partner willen weten hoe ik het kan invloeden. Mij lukt het goed. Nee, dat is ook heel ingewikkeld. Kijk, vanuit ons vragen wij altijd graag familie erbij. Omdat wij zien dat eigenlijk maakt patiënt het niet alleen door, maar ook de omgeving, dus een partner of ouders of kinderen, broers, zussen. Die hebben er ook zeker weten mee te maken. Jan gaat straks ook nog iets zeggen over familieleden. Maar het is zeker heel moeilijk als partner. En bij de ene gaat het wel makkelijker bij de ander. En ik hoop altijd maar dat het een samenspel is met de hulpverlener om te kijken wat zou kunnen helpen. Maar het is zeker ingewikkeld en helaas is het ook een gouden standaard die helpt. En misschien als we strakjes verder komen in de presentatie bij welke behandelmogelijkheden we nog hebben, dat daar nog wel aandacht is voor een aantal dingen voor de familie. Ja. Mag ik een vraag stellen? Ja hoor. Ik heb gezegd dat ik ben HLN. Mijn ervaring is dat als het start en je hebt het door, ik ga bij mij om een partner, dat je dan denkt van, we zijn er op tijd bij. We halen hulp erbij en medicatie. En mijn idee was dan van, medicatiepilletje erin, klaar. Maar die hele manie, die hele psychose, die gaat gewoon door. En uitgeraasd worden en dan na een tijdje merk je pas heel laat dat er iets verandert. Ja, dat kan ook inderdaad. Dat die kosten wat kost alsnog inderdaad het ziektestukje doorheen raast, wat je eigenlijk precies vertelt. Dat kan zeker helaas. Ja. Niet een midden wat direct werkt en wat ook direct succesvol is. Ik wou dat we zo'n pilletje bewijs van hadden. Ja. Des te knapper dat jullie er wel alles op inzetten. En als ik even uit jouw verhaal mag, heb je er ook de hulpverlening bij betrokken. Dus de ingrediënten die we nu hebben, die doe je al goed. Maar helaas kan het inderdaad zo zijn dat het alsnog aanwezig is. En dat het dat je eigenlijk, als ik zo mag horen, even moet afwachten wat het op de lange termijn effect is. Dat is het vooral afwachten, ja. Dankjewel. Ja. Hanne, zou jij iets daarover willen vertellen? Want je hebt natuurlijk ook een vriend. Daar wil ik wel wat over vertellen. Ik zit even na te denken. Op zich gaat is het voor mijn vriend ook wel heel moeilijk. Zeker als ik depressief ben, omdat hij dan ziet dat ik tot niks kom en dat ik heel moe ben. En dan probeert hij me af en toe wel te activeren, maar... Soms is dat een goede manier, soms werkt dat. En dan kom ik ook een beetje uit mijn depressie, omdat ik weer wat aan het doen ben, wat heel belangrijk is. Maar ik kan, als ik echt depressief ben, is het eigenlijk te moeilijk om wat te gaan doen. En dan kan het ook geagiteerdheid en boosheid oproepen.
Dus dat is een beetje dubbel advies. Maar soms kan het me wel helpen om wel echt even wat te gaan doen. Of even buiten een wandelingetje te maken. Of een spelletje te doen. Of een filmpje te kijken. Dat kan wel helpen. Ja, en over het algemeen is die wel heel begripvol naar me. En dat vind ik wel heel erg fijn. Dat die mij ook neemt als Hanna. Of mij neemt als wie ik ben. En niet als mijn stoornis, laat maar zeggen. Dus dat hij wel mij nog ziet als Hanna, laat maar zeggen. En niet als het probleem. Dat is heel erg belangrijk. Zal ik anders nog iets even vertellen over familieleden? Of sluit het beter aan bij het vervolg van jullie PowerPoint, Tinka en Sandra? Nee, je mag wat mij betreft nu ook hoor. Dat is nog... Ja, kijk, wat vanuit de afdeling preventie van GGZ Rivierduinen bieden wij allerlei verschillende mogelijkheden voor familieleden en naasten. Dus we hebben ondersteuningsmogelijkheden ook voor kinderen bijvoorbeeld. Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Het is de kopgroepen vanuit GGZ Kinderen en Jeugdpreventie. Maar wat we natuurlijk ook doen is dat wij POM-gesprekken bieden, preventie op maat gesprekken voor familieleden en naasten. En vooral dat we daar ook in handvatten kunnen bespreken. Hoe ga je nou om met iemand met een psychiatrisch probleem? En dat kan dus de bipolaire stoornis zijn, maar ook andere problematiek. En in de cursussen die we bieden, en vooral in de cursus psychische problemen in de familie, leren we ook mensen om beter te communiceren, beter grenzen te stellen. En wat Hanna zegt is ook heel belangrijk, hè, van dat iemand je ook wel ziet zoals je bent. Alleen soms zie ik ook dat familieleden ook te vaak de verantwoordelijkheid over gaan nemen, te veel gaan zorgen, of soms te weinig een beroep doen op het gezonde gedrag. En dat proberen we juist familieleden en andere naasten wel te leren in deze cursussen. Om goed ook voor jezelf te zorgen, maar ook aandacht te hebben en begrip en kennis te krijgen ook over het ziektebeeld. Zodat ze ook beter met de situatie kunnen leren omgaan. Maar ook dat ze ook goed voor zichzelf zorgen en hun eigen grenzen stellen. Of het op een prettige manier ook leren te communiceren. Dus dat zijn belangrijke onderdelen die we ook wel bieden in de cursussen vanuit preventie. En daarvoor kun je je aanmelden, ook via preventie@rivierduinen.nl. Maar mochten daar nog vragen over zijn, of na deze bijeenkomst, kunnen we er altijd ook nog even naar kijken. Dus je kan altijd ook daar nog een vraag over stellen. Maar goed, dat vind ik toch even belangrijk, dat er ook aandacht is voor familieleden en ook dus kinderen. In dit geval is het voor kinderen ook denk ik heel belangrijk dat er goede ondersteuning is. En vanuit de bipolaire poli bieden wij ook cursussen voor familieleden. Of gaan jullie daar iets over zeggen, Tinka? Ja, aan het einde dan laten we zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Maar het is goed dat ik het nu ook alvast benoemd hoor. Nee, prima. Dan laten we dat verder bij jullie. Ja. We waren net al een stukje aan het vertellen over dat medicatie een van de onderdelen is van de behandeling bij een bipolaire stoornis. Medicatie kan altijd een beetje een spanningsveld zijn. In hoeverre is het noodzakelijk? Daar kan je als behandelaar heel wat van vinden, maar uiteindelijk moet degene het zelf ook echt opstaan. Er kunnen ook voor- en nadelen zitten. Kijk, voordelen spreekt voor zich, zou je zeggen, omdat het helpt de ziekte te controleren. Hè? Geen hinder hebben van depressie of geen hinder hebben van de manie. De nadelen, als je dan als eerste kan nadenken, kan bijwerkingen zijn die. Ook al helpt het misschien de depressie of de manie tegen te houden. Er kunnen ook andere bijwerkingen zijn die het alsnog wel wat lastiger maken. Dus dat is een beetje het discussiepunt. Nou, welke medicatie is er? Nou, op nummer 1, er wordt ook in de richtlijnen aangegeven. En ook uit onderzoeken komt dat veel naar voren, is lithium. Dat is officieel een zout. Lithium is zeg maar een stof. En dat Priadel, Camcolit en Litrex zijn de merknamen daarvan. Valt onder de groep stemmingstabilisatoren, waar dus ook valproïnezuur, lamotrigine en carbamazepine onder vallen. De insteek is, je start met lithium als je twee of drie episodes hebt gehad om echt te erkennen dat er een bipolaire stoornis aanwezig is geweest. Dan ga je starten. In principe is voorkeur nummer 1 lithium. En daar horen ook onder andere een lab. Je moet het bloed prikken bij om een soort nulwaarde na te gaan. Maar bij lithium
is wel de bedoeling als je gaat starten met lithium, dat je om de zoveel maanden, het liefst 1 keer in de 3 maanden, bloed laat prikken om de waarde te testen. Wij kijken dan vooral naar onder andere de nierfunctie en de schildklierfunctie. Want op lange termijn kan het zijn dat dat wat achteruit kan gaan. Is geen garantie, maar het kan wel. Daar moeten we er altijd streng naar kijken. Lithium is vooral ook bekend wegens de werking voor een depressie. Dus iets meer voor de depressie dan voor de manie. Maar het werkt voor beide episodes. Dat het echt voor beide de pieken eraf haalt. Dat geldt ook voor de overige stemmingstabilisatoren. Lamotrigine doet iets meer met de depressie. Daarbij kan ook, mocht lithium niet helemaal voldoende zijn, kan er gekozen worden, zeker als mensen wat psychotisch kunnen worden aan de hand van depressie manie, om antipsychotica te starten. Maar er zit daar een heel lijstje, die hoef ik denk ik niet te vertellen, dat spreekt, jullie kunnen dat meelezen. Dat is eigenlijk, doe je dat erbij. In principe is het voorkeur dat je bijvoorbeeld lithium start met een middel daarbij, mocht lithium niet helemaal voldoende werken. En dan nog een extra medicatie, dat kan zeker in het begin zijn als mensen bijvoorbeeld heel manisch zijn en weinig slapen. Dan wil je eigenlijk meteen ook inzetten op slapen, zodat mensen wel rustig blijven. Of als mensen bijvoorbeeld overdag echt onrustig zijn, dan kan je kalmeringsmiddelen gebruiken. Vooral die laatste twee groepen wil je niet voor de lange termijn. Dat is eigenlijk een soort crisismiddel om te voorkomen dat eigenlijk mensen wel hun rust behouden. Zeker bij een manie kan het zijn dat mensen eigenlijk zichzelf voorbij galopperen en heel veel energie eraan kwijtraken, wat zeker niet goed is voor de gezondheid. En dan hoop je het eigenlijk op te vangen en te voorkomen dat de ziekte verergert. Maar in principe is dit tijdelijke medicatie, waarvan lithium, zeker afhankelijk van de ernst en of het vaak een episode terugkomt, kan het wel zijn dat je lithium voor een lange periode of soms voor de rest van je leven moet blijven slikken. Dus daar moet altijd wel in de behandelkamer wel ruimte zijn om erover te blijven praten. Want het is niet niks om een middel weten dat je dat voor de rest van je leven blijft slikken. Dat is altijd wel spannend en ook ingewikkeld. Dat is een beetje in een notendop de medicatie. Ik vroeg me eigenlijk af, Hanna, of jij daar ook misschien iets over wil vertellen over medicatie? Ja. Ik gebruik ook medicatie en soms vond ik dat best moeilijk. Allereerst, en dat is een beetje een rare reden, ik vind het gewoon heel vies om die pillen te slikken. maar het is ook gewoon geen fijn idee dat je zoveel medicatie nodig hebt en wat dat dan allemaal met je kan doen. Maar ik ben door ervaring wel wijs geworden. Dat het voor mij geldt dat ik het wel echt nodig heb. Dat het mijn stemmingswisselingen veel minder maakt. En dat ik ook veel minder depressief ben. En dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik ze wel kan nemen. Ja, ook al, ik heb gelukkig niet zo last van bijwerkingen. Daar ben ik heel blij om. Maar ja, het is natuurlijk niet leuk dat je ze moet nemen. Maar depressief zijn is voor mij nog veel erger. Dat was helder. Ja. Nou, wat helpt er buiten medicatie nog meer in de behandeling van een bipolaire stoornis? We hebben een heel aantal dingen die we in kunnen zetten. Ten eerste zelfmanagement. Dat kun je samen met je behandelaar kun je dat gaan doornemen. Dingen die je zelf zou kunnen doen. Om controle te krijgen op je stemming, op de ontwikkeling van een manie en een depressie. Wat soms ook niet lukt, maar goed, daar kan zeker op ingezet worden. Het zoeken van hulp, dat helpt. Het behouden van een goed dag- en nachtritme is heel belangrijk. Aanpassingen doen in de manier van leven, je leefstijl. Er is een boekje, ga ik straks wat meer over vertellen, dat heet een life chart. Daarin kun je, ga ik straks vertellen, dat kan helpen. Het maken van een crisissignaleringsplan, dat kan heel goed helpen. Daar zet je zelf, kun je daar dan in beschrijven samen met je hulpverlener of een partner of iemand die dichtbij je staat van hoe ziet dat er nou uit, die ontwikkeling van een depressie. En dan kun je samen alvast nadenken, wat zou ik dan voor mezelf kunnen doen
om dat tegen te gaan en wat zouden andere mensen voor me kunnen doen en wat zou de hulpverlening voor me kunnen doen. En datzelfde kun je ook doen voor een manie. Het sociaal netwerk betrekken is belangrijk, aanleren van actieve coping, hoe kun je ermee omgaan. Soms helpt het ook om contragedrag toe te passen. Stel, je bent heel druk en je gaat ook nog hele drukke muziek luisteren, word je juist alleen maar drukker. Terwijl misschien als je dan even een rustige activiteit doet en rustige muziek opzet, dat je zelf ook wat rustiger wordt. En het omgedraaide, hè? Op het moment dat je depressief bent, je hebt weinig zin in dingen, dan kan het soms helpen om wat drukkere muziek op te zetten of juist een stuk te gaan wandelen waarin je jezelf weer wat activeert. Rouwtherapie is heel erg belangrijk binnen de behandeling van de bipolaire stoornis. Hè? Want op het moment dat je te horen krijgt dat je dat hebt, dan doet dat iets met je. We horen vaak dat het veel herkenning geeft. Sommige mensen herkennen het ook niet. Maar ja, je zal toch een stukje van het leven wat je kende daarvoor moeten loslaten. En daar heeft rouw heeft daar ook een groot aandeel in. En psycho-educatie, dat je gaat leren over de ziekte die je hebt. Nou, een aantal van deze dingen ga ik nog wat dieper op in. En dat is die life chart. Life chart is een soort dagboekje. Nou, ik zag net weer een vraag binnen poppen. Ik hoop dat Maarten die zo nog eventjes kan herhalen, of nu. Wat als er geen energie is om ook maar iets te doen? Daar heb ik als partner geen invloed op, hoe positief ik het ook breng. Ja, klopt. Soms is er inderdaad echt zo weinig energie om iets te doen. Maar wat je dan bijvoorbeeld wel zou kunnen doen, hè, is met je partner overleggen. Zouden we iets kunnen doen met muziek? Dat je juist er wat drukkere muziek opzet. Of dat in ieder geval iemand beneden op de bank komt zitten in plaats van dat hij in zijn bed blijft liggen. En dan in ieder geval wel een aantal momenten op de dag ook wakker is. En deelneemt bijvoorbeeld aan de maaltijden, ook al heeft iemand niet zoveel trek. Om heel langzaam daarin te beginnen. Is dat antwoord op je vraag? Oké. Okay. Nou, de life chart, dat is een boekje die kun je krijgen van je behandelaar. En daarin kun je je stemming scoren. Dat wordt dan een soort grafiekje. Daarin staat een hypomanie of een manie, een hypomanie. Dat je iets drukker bent dan normaal. Een stabiel, lichte depressie, matige depressie, zware depressie. En dan bij ieder streepje zet je een. Bij iedere dag zet je dan een streepje waar dat ongeveer zit. En uiteindelijk ga je dan een grafiekje krijgen. Waarin iedereen's unieke patroon komt te staan. Zoals we bij bijna een van de eerste dia's hebben gezien. Waarin je dat boogje zag met van boven naar beneden. In de life chart geef je aan hoeveel uren je hebt geslapen. 1 keer per week, 2 weken ook je gewicht. Je kan je medicatie daarop invullen en ook wijzigingen daarin beschrijven. En er is nog ruimte voor bijzondere activiteiten. Nou ja, het geeft vooral zicht op de ontwikkeling van je bipolaire stoornis, wat je kan helpen voor de toekomst, mogelijk om daar samen met je hulpverlener interventies op te bedenken. Vanuit Rivierduinen wordt ook de sociaal ritmetraining gegeven. En sociaal ritmetraining die gaat vooral kijken naar hoe ziet mijn sociale ritme eruit. En dat is eigenlijk een beetje hoe ziet mijn dag eruit, maar ook de contacten die ik met mensen heb. En kan ik dan relatie zien in het ontstaan van mijn klachten? Er wordt ook in de groep, het is een groepstherapie, wordt er ook besproken van hoe doen andere mensen dat? Geeft de literatuur aan wat goed is? En als je dat probeert, hoe voelt dat dan voor mijn stemming? En er wordt vooral ook gekeken naar het slaappatroon, eetpatronen en het balans houden in de dag. In activiteiten dat je ook voldoende rust neemt voor jezelf. Het is geloof ik 18 bijeenkomsten, zeg ik uit mijn hoofd. En nogmaals, het is een groepsbehandeling waar mensen kunnen invoegen en uitstromen. Dat blijft een dynamisch iets. En verder kan je samen met je behandelaar kijken naar je leefstijl, hè? Hoe ziet mijn dag eruit? Heb ik een beetje een planning op de dag?
Heb ik gezonde gewoontes? Rook ik, drink ik? Heeft dat invloed op mijn stemming? Eet ik gezond? Merk ik bijvoorbeeld dat als ik juist manisch of depressief word, dat ik anders ga eten? Al die dingen kun je samen bekijken met je hulpverlener en welke manier dat invloed heeft op je ziekte. Werk. Ja, ik zit hier nog even te kijken naar dat plaatje waar dat poppetje staat. Daar staan ook wel dingen bij, hè? Mensen die te zwaar zijn. Hoe is je werk? Heb je werk wat veel stress oplevert of niet? Heb ik voldoende beweging? Al die dingen die voor ieder mens goed zijn, zijn ook in de behandeling van een bipolaire stoornis heel belangrijk. Ik zag ook net dat Jan een vraag stelde. Ja. Kan Maarten misschien nog een keertje oplezen? Hij schoot iets snel voorbij. Jan heeft het privé naar jullie toegestuurd, want ik kan hem niet zien, maar het is wel... Wat betekent aanleren actieve coping? Nee, dat was een andere vraag. Mijn vraag was de live chart. Zijn er ook ontwikkelingen dat het in een app komt? Want we hebben natuurlijk alle ontwikkelingen op het gebied van digitale ondersteuning. Ja. Dat zou natuurlijk heel handig zijn voor mensen om dat op die manier ook te kunnen doen. Zeker, die zijn er ook. Er was er eentje die heet Bipolog, maar die is helaas eruit gegaan. Het heeft alles met geld te maken. Maar je hebt er wel meerdere varianten van. Ik weet het nu even niet uit mijn hoofd, maar er zijn er wel een aantal. En dat is eigenlijk een live chart omgebouwd tot een app. Oké. Maar de live chart die nu alleen nog op papier is, is van het kenniscentrum bipolaire stoornissen. En die heeft volgens mij nog niet een eigen app ontwikkeld. Oké, dat is van Canbiz. Want dat is een heel... Ja. Centrum. Ja. En de andere vraag... aanleren actieve coping. Dat was de andere vraag. Ja, coping is eigenlijk de manier waarop... Het aanleren van actieve coping. Wat betekent dat? Coping is de manier waarop wij mensen met zaken omgaan. Stel stress... Dan ga ik op de bank zitten en sommige of andere mensen die gaan juist naar de sportschool. Stel, ik heb geen geld meer. Sommige mensen gaan lenen en andere mensen die denken, oh, dan moet ik nu wat minder geld uitgeven. Hè? Dus coping is de manier waarop je met problemen omgaat. En het aanleren van actieve coping is dat je wat meer actieve activiteiten inzet in het omgaan met je problemen. En ook dat je het actief, het hoeft niet altijd per se actief te zijn in de wandeling of iets, maar dat je actief omgaat met het inzetten van coping. Dat als je merkt, oh jee, ik word iets te druk, dat je even terugschakelt en een tandje terug neemt. En op het moment dat je merkt dat je stemming wat vermindert, dat je gaat kijken of je wat activiteiten in kan gaan zetten om je stemming weer... iets te verbeteren. Dus het is vooral actief omgaan met je ziekte en met wat je merkt op dat moment. Dan hebben we weer het woord voor Hanna over haar, wat zij wil vertellen over behandeling. Ik heb best veel therapie gehad. En ik heb aan sommige dingen ook heel veel gehad. Ik heb veel gehad aan psychotherapie om dingen te verwerken die je hebt meegemaakt, bijvoorbeeld. Ik heb ook MBT gehad, dat heet mentaliserende therapie. En daar heb ik heel erg geleerd om met mijn gevoel om te gaan. Want zoals ik al eerder vertelde, had ik heel veel moeite om met moeilijke gevoelens zoals boosheid en verdriet, om daar mee om te gaan door bijvoorbeeld er met iemand over te praten of... om niet alles zelf op te lossen en weg te maken. Ik heb toch ook wel veel gehad aan mijn psychiater. Ik heb nu gelukkig een hele fijne psychiater. En niet alleen omdat hij de medicatie voorschrijft, maar hij heeft me bijvoorbeeld ook gestimuleerd om te gaan daten. En zo heb ik mijn vriend ontmoet. Dus ze doen meer dan alleen maar medicatie voorschrijven. En ik had nog een lijstje gemaakt met dingen die mij heel erg hebben geholpen.
om beter met deze bipolaire stoornis om te gaan. Ik hoop dat jullie er misschien ook wat aan hebben. Onder andere is delen met andere mensen. Dus als ik nare gevoelens heb, dat ik er met anderen over ga praten. Dat ik weer verbondenheid kan voelen met andere mensen. Want ik had heel erg door de depressie voelde ik eigenlijk geen verbondenheid meer met de mensen om me heen. Mijn vriend heeft me heel erg geholpen en mijn familie en mijn vrienden en de katten. Vrijwilligerswerk, wat ik nu op dit moment dus doe en wat ik bij Lumen deed, heeft me ook heel erg geholpen om mezelf weer te ontwikkelen en weer meer vertrouwen daarin te krijgen dat ik wel iets kan. Ook fijne hulpverleners en medicatie. Aardiger zijn voor mezelf. En ik weet dat dit heel makkelijk klinkt, maar het is wel, dat is best wel een moeilijk proces, maar ik kan ook niet goed onder woorden brengen hoe ik dat gedaan heb, maar het heeft me wel heel erg geholpen om liefdevoller voor mezelf te zijn. En ik heb hier ook opgeschreven dat het niet altijd goed hoeft te gaan, dus ik mag ook wel verdrietig zijn of boos of bang. Ik hoef me niet altijd goed te voelen. Dus ja, nu heb ik ze allemaal opgenoemd. Nou, Hanna, je krijgt een compliment. Ja, ik zag het. Dankjewel. Maar dat wil ik je ook geven, want dat vind ik altijd heel bijzonder. Hè, kijk, jij gaat toch maar even met mensen die je helemaal niet kent, wel jouw verhaal delen. Hè? Ja. En dat zijn natuurlijk hele persoonlijke dingen. Dus dat vind ik altijd heel bijzonder, dat je dat ook gewoon met anderen wil delen, zodat die daar ook weer hun ervaring mee op kunnen doen, of gewoon vanuit hun eigen kant ernaar kunnen kijken. Dus hartelijk dank daarvoor. Dat was ook echt moedig dat je dat deed. Ja, ja, graag gedaan. Oké. Okay. En volgens mij gaan we weer verder met ja. Nou, dit is eigenlijk een beetje een korte samenvatting. Hè. Er is al van alles en nog wat de revue gepasseerd. Ik begreep ook, er was al ook een vraag gesteld of de presentatie gedeeld kon worden. Daar was ook al een antwoord op gegeven. Dus kun je allemaal dit rustig terugkijken. Nou, individueel wordt er dus gekeken door middel van diagnostiek. Waar kijken we tegenaan is inderdaad een bipolaire stoornis. Nou, wat kan je daarvoor gebruiken? Is onder andere medicatie, crisisinterventie. De crisisinterventie is vooral op het moment zelf welke handelingen zijn nodig om het ziektebeeld de grip te krijgen. Psycho-educatie, zo zou je dit ook kunnen noemen, voorlichting over de bipolaire stoornis als psycho-educatie. Nou, wat Sandra net allemaal uitgebreid heeft uitgelegd over zelfmanagement, life chart en signaleringsplan. Een coachend contract, daar zou je eigenlijk een soort samen afspraak kunnen maken. Wat is helpend? Het familiecontact is zeker belangrijk. Ik vind het ook wel noodzakelijk voor tijdens behandeling dat contact met familie ook aanwezig is. Begeleiding thuis kan ingezet worden en psychotherapie. Wat Hanne ook zojuist net mooi omschreef, hè, hoe ga je om met? En dan zijn er nog een aantal behandelingen die ook op groepsverband gegeven worden. Daar staat het hele rijtje. Het bipolaire netwerk en lotgenotengroep, die wordt nog wel eens vergeten. Maar dat is ook absoluut belangrijk en kan ook zeker helpend zijn. En daarbij vanuit het systeem, zeg maar de omgeving, dat kan je gezin zijn of vriendengroep die direct met jou betrokken zijn, daar kan ook eventueel ondersteuning aangeboden worden. En wat Jan ook beschreef, zijn speciale kopgroepen, dus voor kinderen, dat is in verschillende leeftijdsgroepen. En ondersteuning ook, wat Jan omschreef. We zagen ook net een vraag voorbij komen over alcoholmisbruik. Ik kan er wel iets over zeggen, maar ik moet ook helaas even naar de tijd kijken. Maar ik kan er wel iets over zeggen hoor, want alcoholmisbruik en bipolaire stoornissen komen zeker heel vaak voor. Het wordt ook wel eens gezien als zelfmedicatie. Als mensen zoveel last van hebben, dan kunnen ze ook echt door alcohol proberen of te sederen of er geen last van te hebben. Bij mannen is het iets vaker, komt het samen voor dan bij vrouwen. Ik weet niet de exacte cijfers. Maar alcoholmisbruik en bipolaire stoornissen zijn stoornissen die samen vaak gezien worden. En dat heeft alles met de ingewikkeldheid te maken van de bipolaire stoornis. Absoluut, dat kan zeker gecombineerd. Dus ik hoop dat daarmee de vraag een beetje beantwoord is.
zie even niks voorbij komen. Oké, ja, fijn. Kijk, we kunnen natuurlijk heel veel meer vertellen, maar dit is eigenlijk een beetje, dit zijn de belangrijkste punten. Ik zag Carla, ik zag hem volgens mij als vrijwilliger bij de luisterlijn en ik kon niet verder lezen dan hoe ga je? Misschien kan Maarten mij helpen? Als er nog geen tijd is voor deze vraag straks, ik ben vrijwillig bij de luisterlijn. En yeah. Wel mensen aan de telefoon. Hoe ga je met iemand om die manisch is? Ga je mee in de verhalen? Vaak heel veel fantasie. Dat wordt in een gesprek natuurlijk nooit benoemd. Je komt nee, ja, dat... ja. achter ja. wat ze vertellen of door vragen of aan welke medicatie ze hebben. Ja, dus als ik goed begrijp, hoe ga je ermee om als mensen heel manisch zijn? Want dat is zeker lastig, zeker aan de telefoon. Mensen kunnen heel veel en snel vertellen, dus dat is lastig om daar echt grip op te krijgen tijdens het telefoongesprek. Vanuit behandelingperspectief kijk ik heel erg van hoe kan je het oplossen. Ik zou altijd proberen te kijken als iemand aan de telefoon zit te kijken of er een partner is of een moeder of vader is die samen die persoon ook kan helpen. En als het echt heel heftig is, altijd doorverwijzen naar de behandelaar. Of vragen of mensen misschien inderdaad een zereningsplan hebben en daarna verwijzen. En vooral rust nemen. Het liefst zou ik altijd willen dat mensen goed slapen, maar dat is lastig. Maar zeker een stukje rust, kijken wat de afspraken al zijn en familie bij betrekken. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn. Ja, en buiten kantoortijden kun je een patiënt natuurlijk of iemand die belt altijd verwijzen naar de huisartspost of de crisisdiensten in die regio. Maar het kan best lastig zijn, mensen die heel manisch zijn, ja. laten zich vaak wat lastiger sturen. En het is niet de bedoeling dat je in conflict komt met iemand, dus die lijn is wel dun. Ja. Ja, volgens mij komen we nu weer bij jou, Hanna. Hoe kan de familie met mij omgaan in de manie? Dat vind ik best lastig, omdat ik het moeilijk vind als mensen mij proberen tegen te houden en proberen te stoppen. Maar ik zou dan zeggen, als het echt niet goed gaat, aan de bel trekken met mijn behandelaar. Of in ieder geval vragen aan mij of ik contact kan opnemen met mijn behandelaar. Dat denk ik als eerste stap. Daarvoor nog rustige dingen met mij gaan doen. Dus een kopje thee drinken of buiten even een wandelingetje maken. Of dingen doen waardoor ik misschien wat rustiger word. Maar ik kan me voorstellen als het een stuk erger is, dan is het heel moeilijk om in te grijpen. In een depressie, ja, juist toch. Als ik een beetje depressief ben, proberen om me nog te stimuleren ook om iets te gaan doen. En als ik heel erg depressief ben, dan kunnen ze me beter een beetje met rust laten, maar wel zorgen dat ik bijvoorbeeld wel ga douchen of wel ga eten. Meer de basic dingen, maar het is soms ook goed om me even te laten. Vrienden. Ja, die sluit ik zelf meestal een beetje af, maar ze kunnen me wel een kaartje sturen of me WhatsAppen. Dat vind ik fijn, dat ze aan me denken. En een werkgever, ja, ik heb nu toevallig loop ik stage en heb ik een hele aardige werkgever die mij gewoon, als het niet goed gaat, dat hij mij ook de tijd geeft om het wat rustiger aan te doen. Maar dat is natuurlijk een stage bij een andere werkgever, kan je niet zomaar rustiger aandoen. Maar ik denk dat begrip en openheid om daarover te praten, dat heel erg belangrijk is. Oké. Ja, want zijn er verder nog dingen, Hanna, die jij wilde benoemen vanuit jouw eigen verhaal? Want het loopt nu verder een beetje op zijn eind anders. Ik had één ding waar ik het nog over wilde hebben, maar ik kan natuurlijk jullie allemaal niet zien. Dus ik weet niet in hoeverre dat... voor iedereen van toepassing is, maar ik ben in de leeftijd dat ik kinderen moet krijgen. En daar heb ik toch wel vragen bij, bijvoorbeeld kan ik het doorgeven of kan ik wel een goede moeder zijn? Heb ik daar wel voldoende energie voor of word ik depressief?
Maar ik denk aan de andere kant dat het ook, wat ik heb meegemaakt, dat dat ook goede punten mee heeft gebracht, waardoor ik misschien juist wel een goede moeder kan zijn, doordat ik bepaalde dingen heb meegemaakt, dat ik juist heb leren hoe te voelen en over dingen te praten en dat ik misschien dat ook aan mijn kinderen kan meegeven. Dus dat wou ik nog even, dat twistpunt, dat wou ik nog even voordragen. Oké. En ik zie dat er nog een vraag is, want ik denk dat het wel zeker belangrijk is, want dat het bijna tijd is, want het is 8:30, dus dat we gaan afronden. He, dus dat is, maar ik zie nog een vraag, is bekend hoeveel mensen met een bipolaire stoornis, hoeveel mensen werken? Nee. Ik ken patiënten die wel werken, die gewoon hun baan behouden. Maar ik ken ook mensen die, hoe zeg je dat, afgepast werken. Die wat minder werken, dat in samenspraak met hun manager hebben afgesproken. Dat varieert heel erg. Ik ken ook mensen die niet meer werken. Dus er zit van alles en nog wat tussen. Ja, die kan ook zeker. Dat mensen ook helemaal niet meer kunnen werken door de bipolaire stoornis. Dat kan ook, ja, helaas. Zijn er verder nog vragen? De vraag is, wat doet de hoogbegaafdheid met de stoornis? Goeie vraag. Nou, volgens mij met de stoornis niet zoveel. Niet specifiek. Ja, het kan misschien ook in je voordeel werken. Kijk, als het ook gecombineerd is met gevoeligheid, wat ook wel eens besproken wordt. Wij herkennen dat niet officieel vanuit de GGZ, maar dat je als je echt gevoelig bent voor heel veel informatie en prikkels, kan het wel hinderlijk zijn. Maar niet aan zich kan het niet echt een negatieve invloed hebben, of bij wijze van positieve invloed hebben. Wij kennen het niet. Het treft ook iedereen. Het maakt niet uit of je hoogbegaafd bent of misschien zwakbegaafd. Iedereen kan het krijgen. Normaal begaafd. Oké, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken. En ik zou de mensen willen vragen die zeg maar allemaal de moeite hebben genomen om deel te nemen aan deze avond, of ze nog even de evaluatie willen invullen. En de vraag is aan Maarten of hij die even klaar wil zetten. En dan wil ik Tinka en Sandra hartelijk danken voor jullie heldere uitleg. En het feit ook dat er voldoende ruimte was en tijd ook even om op de vragen te kunnen antwoorden. En ik vond het ook mooi van hoe Hanna zeg maar, ook haar verhaal daarop kon aanvullen. Ik denk dat het was om het op die manier te doen. Dus alle drie hartelijk dank daarvoor. Normaal gesproken krijg je dan iets van ons. Als je bent. Maar ja, dat wordt een beetje lastig om dat door de computer heen te proppen. Dus we kijken nog even wat je daar aan een kleine blijk van waardering van ons zou kunnen krijgen. Maar dat komen we later nog eens op terug. En weet je wat Jan als laatste nog iets wat goed is om te noemen, is het CANBIS, het Kenniscentrum Bipolaire Stoornis. Ja. Daar is nog een ontzettend veel informatie te vinden op internet. Ja. Maar dat is officieel. Dus dat is de officiële site waar iedereen toegang om informatie te krijgen. Ja. En dat heet CANBIS. Een hoofdletter K-E-N en hoofdletter B-I-S. Ja. Ik zal het even op de chat zetten, geloof ik. Ja, fijn. Oh nee, dat lukt nu niet. Want het is nu of mensen nu even de evaluatie willen doen. Dus. Maar wat jullie zeiden, dat klopt. Het is een hoofdletter. Ja, dat is het kaartje. Dankjewel. En voor degene die het niet zo snel hebben gelezen, die kunnen even bij de chat nog kijken om nog even terug te halen hoe je CANBIS spelt. En ik zal het jullie zeker adviseren om daar naartoe te gaan, want die hebben werkelijk ontzettend veel goede informatie. En Nancy, de evaluatie staat gewoon hier rechts in beeld. Als jij het beeld iets kleiner maakt,
Dat je het gewoon niet meer full screen doet, maar zeg maar wat kleiner maakt, dan zie je aan de rechterkant zie je een evaluatie.